is gewoon een hele goede darter. Het is niet normaal wat Adams hier staat te doen. Ik bedoel, als je nou als oude man, met alle respect, als oude man het podium opgaat en je wordt door zo'n jochie zo onder druk gezet. En dan toch dat waar kunnen maken. Er wordt ook bijna geen dubbels gemist. Nee, nauwelijks. Adams, 7 kansen gehad, 5 raak. Van Gerwen, 6 kansen gehad, 3 raak. 15. En wat er dan gemist wordt, ja, Van Gerwen mist een keer op de bullseye. En mist 2 keer op dubbel 12. Nou goed, het kan een keer gebeuren. Het is niet zo dat iemand met 3 darts in de hand mist. Weer op 181 voor Adams. Maar Van Gerwen toch even het antwoord. Schuldig moet blijven nu. Ja, die vorige leg heeft hem dan toch echt wel een tikkie gegeven. Ja, maar ja, eindelijk zou je ook zeggen. Ja. Want ja, het is nog niet afgelopen natuurlijk, want een 180 van Van Gerwen of iets in die buurt brengt hem zo weer terug in deze leg. Nog geen lek onder de 15 darts geweest. Adams finish niet 138 en als Van Gerwen 146 niet uitgooit, gaan we dat voor de eerste keer nu beleven. 146. Het zou er wel eentje zijn, zeg. Triple 20 alweer raakt, het zal toch niet. Dubbel 13, 1 pijl. Oh! Normaal. Fantastisch, zeg. En nog steeds niks onder de 15, hè? Of boven de 15. Wat is dit geweldig, zeg. Ja, het is nog een loodzware pool waar deze heren in zitten. We laten dat niet vergeten. In deze pool zitten ook nog Daryl Fitton en Tony O'Shea. Ja, als je deze heren zo ziet gooien. Ja, degene die verliest, ja, kan je er nou boos... Ja, je kan er niet boos om worden natuurlijk ook. Maar ja, je bent wel teleurgesteld als je zo staat te spelen en je verliest. Tegen elke andere tegenstander had je gewonnen. Maar ja, dan had je dit niveau waarschijnlijk ook niet. Nooit! Ik kijk elkaar natuurlijk wel naar een hoger plan, deze twee. Daar Tony O'Shea en daar ook Daryl Fitton. Ja, voor hem die zeggen, ja, jij moet nog lekker tegen hem. Ik heb het gehad. De Engelsen moeten toch ook denken, Jelle Klaassen, komt hier ineens vandaan? Ja, daar hebben ze er nog geen van. Die heet dan wel eens wel anders. Triple 19 met de eerste. Bolzaila, dubbel 16. Triple 14 had top gelaten. Nou goed, hij weet nu al dat hij een keer terug mag komen. En dan kan hij in betrekkelijke rust. Hoewel. Voor 48 komen. 100. Mag ik nu voor Jennings. Dubbel 16 voor 5-5. Ja! En we blijven wederom onder de 15. 11 play, Martin team, Troy first. Game on. Mag ik u even spreken? 380 voor Martin Adams. Ja, dit is het verhaal van deze partij. Man. Adams, 11, of 1 keer 12, 1 keer 13, 1 keer 14, 2 keer 15. Van Gerwen, 2 keer 12, 2 keer 14, 1 keer 15. Ja, die laatste klomp kunnen we eraf halen. Want als je met 15 darts niet uitgooit, dan ben je geen lek. Ongelooflijk.
60. Toch leek hij het gat te hebben, Adams, met die break om 5-3 voor te komen toen die 146 finish. 100. Zit ook allemaal in de zaal? Ja, ineens. Hè? Dat is toch waanzinnig? Nou, achter in de players lounge staat natuurlijk grote schermen en dan kijken ze nog een paar lekkies aan. En als het echt leuk is, dan, nou, dan gaan we toch even kijken. 19 voor Adams. Dubbel 12 na 12 darts weer te laten staan. Om 6-5 voor te komen, dan nog één leg verwijderd te zijn van de overwinning, Martin Adams. En zo staat Adams voor met 6-5, winst in eigen leg. En zet de druk er volop bij Michael van Gerwen. Want als Van Gerwen zijn eigen leg niet weet te houden. Alsof ik dat maar. Hoef je niet eens uit te spreken. 180 beginnen. De druk er volop. Oh. Oh. Het niveau gaat nog een stapje omhoog. Ja, dat kan eigenlijk niet, maar ze doen het toch. Hallo. Hallo. Hallo! Man. Ja, ik sta nergens meer van te kijken hoor in deze partij. Oeh. En dan zaakt als eerste af. Omdat hij een keer niet een triple 20 gooit. Wat is dit, jongens? Nou. Triple 20, triple 19 en dubbel 12. Het zal toch niet nog gebeuren? Nee. Ja. 15. Ja, blijft goed. Meteen ook op het moment dat hij niet gooit, realiseren waar hij wel mee bezig is. Waar hij wel naartoe moet. Dat is er 6-6 van maken. Ja, Adams die zal er andere ideeën over hebben. Die zet nog een keer de druk er vol bij Van Gerwen. Triple 14 en tops. Of bullseye en dubbel 16. 17 en tops. Eén pijl voor Van Gerwen om in de partij te blijven. Nou, mist die tops. Ja, eigenlijk ingegaan moeten zijn. Maar goed, Adams voor een fantastische overwinning. Triple 19 en dubbel 12. Oeh, mist de hele 19. Triple 14. Ook mis. Dus Van Gerwen komt terug. Hij lacht ook even. Van Gerwen komt terug voor tops. En 6-6 zal te maken. Deze wedstrijd verdient ook een 13e leg. En eigenlijk een 14e, 15e, 16e, 17e, omdat hij zo leuk is. Ja! Ja! Ja, prachtig. En die Adams ook, die staat er ook te genieten op het podium.